Een man en een vrouw houden van elkaar. Simpel. Een vrouw verlaat haar land en familie voor de liefde. Niet zo simpel. Fatty groeit op in een grote familie in Burkina Faso. Een land in West-Afrika. Peter groeit op in België. Wanneer Peter 23 jaar is, geeft hij les in een school in Burkina Faso. Daar ziet hij Fatty. Peter is heel verliefd. Hij neemt deze foto. Peter en Fatty gaan samen naar Parijs. Peter vraagt: "Wil je met me trouwen?" Zijn hart klopt heel snel. Fatty denkt even na en zegt: "Ja." Hoe vaak trouwen ze? 4 keer. Een trouw volgens de tradities van de Mossi, een volk uit Burkina Faso. Een trouw in het stadhuis in Antwerpen. Daarna gaan ze met 18 vrienden en familie terug naar Burkina Faso. Ze trouwen tijdens een moslimgebed onder de grote dorpsboom. Ze dragen hun mooiste kleren. Ze trouwen in de kerk. Het is een groot feest. Nu leven ze in België. Ze hebben 3 dochters. Peter geeft Nederlandse les. Fatty werkt op de luchthaven. Ze maken om de 2 jaar hun koffer en reizen met het hele gezin naar Burkina Faso. Ze bezoeken familie. In België heeft Fatty vaak contact met haar vader. Ze telefoneert met hem en vertelt over het leven in België. Heb jij nog contact met familie in je thuisland? Wat vertel je hen?